jullie natuurlijk allemaal bij elkaar wonen. Vandaar bijna dat, allemaal. Ja, ja. Bijna allemaal, ja. Maar jullie wel, vandaar dat jullie niet 1,5 meter van elkaar op de bank zitten. Ja. Onvermijdelijke vraag, coronacrisis, wat betekende dat voor jullie? Het is eigenlijk weg, afgelast. Dus wat gaan we nu doen? En natuurlijk ook de kans gekregen om te kijken van, om echt een beetje te investeren in wat we willen en plannen te maken. Voor de livestream die we gaan doen bij het Zuiderstrand Theater, we hadden heel erg ook die identiteit van de formule meenemen. Zowel Frank en Mietje zijn echt romantische werken. Ik denk dat we dat allemaal wel erg leuk vinden, dat het ook goed bij ons past. En dat is natuurlijk ook een bezetting die heel goed past bij het quintet spelen. Het is als ensemble onze allereerste livestream ooit. Dus we vroegen ons af, is het dan wel heel slim om dan allemaal enge choreografieën te gaan bedenken? En ook voor de techniek is het niet zo handig. Nee, want je wordt gefilmd en je hebt een microfoon voor je neus. Dus toen dachten we, wat kunnen we dan doen? Wat dan alsnog een verhaal vertelt. We gaan proberen om een abstract, kort verhaal mee te geven aan het publiek. Wat dus wordt afgewisseld. Dus altijd eerst film, dan muziek. Om echt die sfeer en dat gevoel wat we willen overbrengen nog meer mee te geven. Kleed je mooi aan. Kook lekker voor jezelf. Ga er echt voor zitten. Doe alsof het een avondje uit is. Want dan is de ervaring denk ik ook des te bijzonderder. Want wij gaan er ook echt ontzettend naar toe werken en naar uitkijken. Dus zenuwachtig voor zijn. Ja, ik denk dat het leuk is als het publiek dat ook doet. Dus wij kijken er heel erg naar uit.